maandag 22 februari. En we zijn weer op weg naar een nieuwe camperplaats. Tenminste, voor onze nieuwe camperplaats. En we gaan naar het plaatsje neer. Dan gaan we kijken op camperplaats Otje. Een klein stukje rijden, dan zijn we er alweer. Zo, we zijn geïnstalleerd. Camper Ranch Otje. En, ja, prima plekje, kijk. Hier staan we. We staan op een extra lange plek. Er kunnen ook eventueel twee campers achter elkaar staan. Maar we hebben één mooi plekje. Nou, perfect toch? We hebben, kunnen jullie ook zien, de fietsen van stal gehaald. Ja, die staan al een paar maandjes stil. Dus het wordt tijd om even te gaan fietsen. En... nou, iets verderop ligt de Maas, dus dan gaan we even kijken of we daar terecht kunnen en even de omgeving verkennen. Ja, het plekje is in ieder geval helemaal prima, ik zal even een rondje maken zo. Mooie ruime plekken, dus helemaal top. Nou, we gaan even wat eten en dan gaan we trappen. Nou, een stukje fietsen. Fiets de camperplaats af en er ligt gelijk een knooppunt, dus dat is ideaal. En je kan hier ook nog darten onderweg, zie ik. Maar je fiets gelijk de natuur in, dus we gaan even een mooie fietsroute maken. Nou, we fietsen onderweg langs de eieren, hoe noem je dit? Hoe noem je zoiets? De eieren. Nou ja, in ieder geval, we kunnen hier eieren kopen. Dat hebben we even gedaan. En we fietsen weer verder. Ik zie toch altijd wel veel in Limburg. Toch altijd wel heel erg mooi. Vettelig Kessel. We zijn nu beland bij de Tasbeek. De Tasbeek die stroomt hieronder. Mazzel heeft wel interesse, denk ik. Hier is de beek. Kijk eens, maat. Water.
Een mooi mazzelbeekje. We zijn bij Kessel. Hier staat er wel een heel bijzonder gebouw. Nou, hier is een plek om te kunnen afwassen. Nou, meer heb je niet nodig. En voor de liefhebbers van lekker bier kun je hier ook terecht. Perfect. Doucheruimte. Nou, 2 douches. Het ziet er allemaal keurig netjes uit. En een dames- en een heren toilet. Hier kan je lekker zitten. Terrasje erbij. Goedemorgen, onze nacht zit er weer op. Camperplaats Otje, of wel beter gezegd Camper Ranch Otje, zo noemen ze het hier. Ja, camperplaats nog vol in ontwikkeling. Ze zijn in juni vorig jaar begonnen. Dus ja, eigenlijk zijn ze net iets meer dan een halfjaartje bezig. En de mensen zelf zijn geen camperaars, dus ja, dan is het toch wel lastig om een goede camperplaats te ontwikkelen. Maar, ik moet zeggen, ze zijn heel goed bezig. Mooie ruime plekken. Dus dat is ja, fantastisch. Je kan lekker je luifel uitdraaien en dan heb je eigenlijk nog een stuk over. Nou ja, wij zijn, de camper is bijna 9 meter, 8,80 meter, zoiets, 85. En ja, wij kunnen hier ook prima staan. Dus ja, ik heb gelezen op de camperplaats app tot 7 meter, 7 meter 40, maar dat is niet waar. Je kan dus echt met een langere camper ook terecht. Nou, vanmorgen eventjes hier gedoucht. Prima, lekker douchie, lekker heet. Dus dat is ook goed geregeld. Nou, ze zijn, zoals jullie in het filmpje gezien hebben, een mooi zitje aan het maken achterin. Dan kan je lekker overdekt zitten. Ja, en straks als het allemaal weer kan, kan je lekker bij elkaar zitten en een lekker biertje doen. Of een barbecue'tje of iets dergelijks. Een beetje kaarten. Wat je ook wil doen. Dus ja, dat is ook allemaal, ja, allemaal perfect. En men staat nog wel open voor, hoe zeg je dat, positieve feedback. Dus wat tips. Wij gaan straks ook nog eventjes wat kleine tips opschrijven. Maar dat zijn allemaal maar inie-mini dingen. En ja, prima plekje om te komen. Gisteren een mooie fietsroute gemaakt. En ja, het was voor ons de eerste keer dat we weer gingen fietsen. Dus ja, we hebben een route gemaakt van ongeveer 25 kilometer. Ja, prima. En ja, je kunt hier ook natuurlijk prima wandelen. Richting de Maas, altijd mooi. Zeker als zometeen de terrasjes overal weer open zijn. Ja, je kan richting Venlo, je kan richting Roermond. Hele leuke stad Roermond. Ja, je kan hier alle kanten op. Dus ja, helemaal goed. Voor ons zeker voor herhaling vatbaar. En ja, voor degene die nog een leuk plekje zoekt, is dit gewoon echt een leuk plekje. Ja, wij gaan zo inpakken. Dan gaan we weer richting Zeeland. En we komen zeker in dit gebied nog eens terug. Want ja, wij vinden het hier altijd leuk. Ook lekker bos. Je hebt hier eigenlijk alles bos, rivieren en leuke terrasjes. Dus wat wil men nog meer? Oh, trouwens, op de camping heeft men voor aan de camperplaats is Café Otje. En zij gaan het weekend open. Maar ze willen ook, ze zijn bezig met een buitenterras. Dus ook voor de camperplaatsen, dat je daar heerlijk kan zitten. En nou, daar zijn ze nu druk mee bezig om dat aan te leggen allemaal. Wij komen zeker nog een keer terug om dat te filmen. Omdat, ja, dat willen we ook nog even graag een keertje zien hoe dat in elkaar zit.
Nou, dit was hem weer voor vandaag. Vonden jullie het filmpje leuk? Geef dan weer een lekkere duimpje. En abonneren hier beneden, geloof ik, zit dat knopje. En als je op het belletje drukt, want veel mensen vragen, waarom moet ik op het belletje drukken? Als je het belletje drukt, dan krijg je een melding als wij een nieuwe video hebben gemaakt. Dus hoef je niet iedere keer te gaan zoeken van, joh, we hebben zo weer wat nieuws. Dan krijg je gewoon een melding. Nou, bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, tot de volgende. De mazzel!